Nog 100 meter. En de start is gevallen. Snelle start voor Avenue Transfer. Maar er zijn er een paar nog rapper. En aan de weide buiten zijn de meldt zich daar paard nummer 4. En dat is Young Miss Turmo. Young Miss Turmo neemt de leiding. Daarachter dan waaiert het veld uiteen met 3 Dick Sierra Angel. Tweede spoor daartussendoor van Wim Brouwer en zijn Avenue Transfer. En aan de binnenzijde Adonis Charisma. En daarachter op de vijfde plaats Cesar Oboco. Achter deze paarden Riglorieux Dubois. En op de laatste plaats, op anderhalve lengte van het voorlaatste paard, is het de favoriet Barak Flevo. Maar er is absoluut nog geen man overboord. Paarden komen zo dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is daar dat aan de buitenzijde Sierra Angel tot schuin naast de koploper komt. Maar Young Mr. Mo en John Maurits gaan toch proberen deze koers van kop af te domineren. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. En het is Young Mr. Mo die het straks er nog 2 volledige rondes vol moet zien te houden. Ten opzichte van een fel aandringende nummer 5. Maar een nog veel feller aandringende nummer 8. Want Riglorieux Dubois die benut een iets rustiger moment in de koers om zijn aanval te plaatsen. En Jaap ter Stal die komt nu tot schuin naast Young Mr. Mo. Young Mr. Mo echter niet van plan om die kop prijs te geven. Er wordt zelfs wat ondernomen door John Maurits om zijn paard nog harder te laten gaan. En dat is een beetje jammer voor Riglorieux Dubois. Die had gehoopt misschien met zijn staat van dienst om de kop even over te mogen nemen. Maar krijgt 0 op het request. En kijk naar Fred Handelaar daar op de laatste plaats. Dat wordt genieten straks als hij zijn Barak Flevo in stelling gaat brengen. Want dan moet hij normaal gesproken die laatste plaats kunnen verruilen voor een eerste. Want ze grootste concurrent op papier, die hebben het bepaald niet makkelijk gekregen. Maar goed, het is Alkmaar, laten we dat niet vergeten. En je bent ook zo thuis, maar nu gaat Fred Handelaar proberen orde op zaken te stellen. En dan komt er met hele grote stappen het veld voorbij. Het volgende puntje van zorg voor John Maurits, die nu toch ziet dat Young Mr. Mo een moedige strijd heeft geleverd, maar het niet af kan maken. Want Riglorieux Dubois heeft inmiddels een driekwart lengte voor, maar helemaal aan de buitenzijde komt daar de serieuze aanval van Barak Flevo. Het was al een tijdje niet meer spannend, maar de Young Mr. Mo, het is toch echt een hele dappere strijder vandaag. En hij heeft nog altijd er een voorbeen tussen. Maar moet nu Barak Flevo laten gaan. Dan de strijd om de plaatsen. Young Mr. Mo, je zou het hem haast wel gunnen. Smaakmaker in deze koers. Maar hij moet uit gaan kijken. Want Hiltje Chalsma die brengt Adonis Charisma. Gigant van een outsider in dit geweld naar het tweede spoor. Helemaal aan de buitenzijde. Avenue Transair nog wijder aan de buitenzijde. Komt dan die Cesar Oboco naar voren. Maar het gebeurt allemaal ver achter de rug van Fred Handelaar. Hij brengt het veld de laatste rechte lijn in. Adonis Charisma, heel knap, komt daar naar een tweede plaats. Het gaat ten koste van de moegestreden Young Mr. Mo. Maar omhoud het maar voor het komende grasseizoen, dat paard. We gaan op weg naar de finish met Barak Flevo die het wint. Op de tweede plaats zijn we dan de 1, dat is Adonis Charisma. Dan Young Mr. Mo voor Sierra Angel. Ons aller Lisbeth gaat zo dadelijk de laatste bosbloemen uitreiken. Maar ik moet even vragen of we het ook daadwerkelijk mogen gaan doen aan Fred Handelaar. Comité. Barak Flevo wint de laatste, dames en heren. Graag tot 11 mei.